Een nieuwe maand en dat betekent dus ook een nieuwe Manager of the Month. En daarvoor zijn we deze keer op Neerpede. We gaan hem snel afgeven. Je bent al op de hoogte, maar ik ga je toch officieel de Manager of the Month trofee overhandigen van de maand oktober, alsjeblieft. Dankjewel. Wat is het eerste gevoel? Ik ben er trots op, omdat het voor de fans, die hebben op ons gestemd. We hebben hard gewerkt met de staf, maar het is een maand en een seizoen duurt langer, dus we gaan misschien hopelijk er nog eentje binnenslepen een keertje. Ik hoop dat we dit zo voort kunnen zetten, maar ja, uiteindelijk gaat het om de prestaties op het veld. En dit is een mooie bijkomstigheid, dus daar zijn we blij mee. Waar ga je die zetten? Ik zet hem zo op het bureau. En dan gaat hij een mooi plekje ergens krijgen bij ons in kantoor. Maar daar hebben we Hubert voor die dat goed weg kan zetten. Moi, c'est ma 22e saison ici. Hein, donc, je suis le vieux de la vieille ici à Anderlecht. Et Marine, qui a su vraiment bien lier l'esprit d'équipe. Et je suis vraiment content pour lui. Wil jij graag de coach van jouw favoriete club zo'n trofee zien winnen? Stem dan volgende maand zeker op de genomineerden.